Ja. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er allemaal bent. Bukkers in het theater. Ik zie wat bekenden, wat kundigheid. Maar ik zie ook wel wat minder bekende gezichten. Zeg eens even eerlijk, jongens. Wie van jullie is er hier vandaag voor het eerst bij Bukkers in het theater? Ja, oké. Okay. Heel goed, heel goed. Ja, en wat moet je dan verwachten, hè? Ja, wat ben je dan verwachten in het theater? Want normaal gesproken, dan vliegt nu bij ons zo'n beetje zo de stroopbalen door de zaal en het bier door de tent. En het testosteron, dat knapt hoog tegen het plafond af. Zijn jullie ook? Ja, dat komt straks nog. We doen het wel. Maar dat wordt anders, hè. Alles wordt anders, hè. En alles wordt ook anders. Want wie bent namelijk tegenwoordig cultuur? Ja, ik stond er zelf ook een beetje van te kieken, maar... Nee, Cup, ik heb vorig jaar namelijk een prijs gewonnen. Een echte prijs. De Cultuurprijs Overijssel 2022. Ja, ja en dat was mooi, dat was mooi. Dat was heel leuk. Dat was waardering uit een hele andere hoek. Dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Vond ik heel tof. En ze hadden speciaal voor de gelegenheid, voor die prijsuitreiking, hadden ze een hele avond in elkaar geflanst in een theater in Zwolle. En dat was heel tof, groot theater, een hele grote band, een orkest eigenlijk, een 40-koppig orkest met een dirigent. En die hadden allemaal nummers van Bukkers ingestudeerd in een ander arrangement, een ander jasje. Dat was hartstikke mooi. En er was ook een diner natuurlijk, met allemaal houten methoden. Ja, heel tof. Ja, de burgemeester van Zwolle die was er. En de directeur van de IJsselacademie. En een gedeputeerde van cultuur van de provincie Overijssel. En de commissaris van de Koning, die was er ook. En mijn vrouw, die was er ook.
Ja, ja, dat was leuk. Ja, speciaal voor de gelegenheid. Een jurk aan de truck. 800 euro. Maar goed, dat was mooi, dat was mooi. En ik stond er dus op het podium. Een hele zaal vol mensen, een pak aan. Een grote bos bloemen in de hand, zwoer ongemakkelijk. En dan komt de commissaris van de koning, die komt eraan. Een midi-priester overhandigen. En toen zei die man dit. Het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Overijssel heeft besloten om jou en de Jan Beukers de Cultuurprijs Overijssel 2022 toe te kennen. Want het bestuur is namelijk van mening dat jij al ruim 20 jaar een popmuzikant van buitengewone inspirerende kwaliteit. Versterking van ons cultuur en kunstklimaat in Overijssel. En jij bent onze kunst- en cultuurambassadeur bij uitstek. Dus de prijs is voor jou. Van harte gefeliciteerd en zeer verdiend. Een applaus. Ja, ik snap die man wel. Ja, ik wil verder niet pochen of zo, maar ik bedoel, wat Willem maakt, dat is natuurlijk ook gewoon pure poëzie. Lillek, vies, vuil klotenwief. Met uw dreuge kut en uw dikke lief. Ik mag alleen dat je verrekt of de tering kriegt of dat u iemand over de kop hem niegt. Ik heb nog nooit zo'n varken met hem gemaakt. Ik brek u alle butten dat het knapt en kraakt. Ja, ik dacht altijd dat het rock'n'roll was wat Wille deurt, maar blijkbaar is het opeens cultuur. Dus wie gaat ons vandaag hier in Doetinchem een klein beetje conformeren aan de veranderende omstandigheden? Dames en heren, wilt jullie cultuur? Nee. Daar versta ik zo geen ene klote van. Dames en heren, wilt jullie cultuur? Dan krijgt jullie cultuur! Als de dagen weer wat langer wordt en de zon weer gaat schijnen. Als de rokken weer wat korter worden, uit alle mooie weer kunt zien. Dan broest het piemie in de kop, keel dan maakt eruit. Ik kan niet wachten, want ik heb geen tijd. Ik heb de buksen vol met gruut. En met de zak vol mutten op de tenten aan. Ik heb zo al de verbaste dust. Door een zij waren niet, dan schaar het niet.
stap op de fiets en dan ben ik te snel van deur. Ik kijk nog een keer achterom, daar steekt mijn vrouw hoofdschuddend bij de deur. Ik doe de deuren van de kroeg los en schroef langzaam het gedien op ziet. Er is een hele hoop kunnen geit, ik zie u alle dertjes na mijn kiet. Doe niet de nacht maar in, het giet met graf geweld. En het allermooiste dertje heeft zijn nummer verteld. Wie van me witte appen, die zit schoenbekken thuis. Maar dat kan me niks verrekken, want wie gaat nooit meer naar huis. Die staat te soepen en de vrouw staat te sappen aan de bar. Van dat geloer en dat gegiegel raak ik allemachtig in de war. De staat te zeker vlief te kieken, maar er is er eentje heel mooi rood en blank. Staat nu al urenlang te praten en ik kniep hem zachtjes in de kant. Ja, wie gaat nooit meer naar huis? Dat ben natuurlijk hele stoere praatjes na 30 glazen bier. Maar ja, uiteindelijk gaan we allemaal gewoon naar huis. En één keer thuis ontmoet het rock'n'roll bestaan het gezinslijn. Want meestal als ik thuis kom van een optreden, dan zit het gezin al aan het ontbijt. Goedemorgen, papa! Wel rustig, jongens. Kijk, en nu geert dat nog wel, hè. Dus je bent nu wat groter. Maar vroeger... En ik had al twee dochters. En toen kreeg ik met Martine en met mijn vrouw in 4 jaar tijd 4 kinderen. Ja. Dat was heftig. Nee, maar dan kwam ik s'nachts thuis van een optreden. En dan had Martine er zo'n hele doorwaakte nacht op zitten met onze Kobus. Die was toen een baby. En onze Guusje, die was anderhalf. En die had bedacht dat het leuk was om elke dag om 4:15 wakker te worden. Dus dan kwam ik thuis en dan waren ze er helemaal deur met elkaar. En dan zeg ik tegen Martine, ga nog maar even slapen, ga maar in bed liggen. En dan pak ik Guusje en dan zet ik Guusje voor de televisie. Dan ging ik zelfs zo met een deken op de bank zitten wachten. Tot 7:00. En dan ging ik weer naar bed. Tot 11:00. En dan 's middags nog 1 uurtje op de bank. En soms de hemweg naar een optreden, nog 1 uurtje in de bandbus. En zo had ik hier dan in één etmaal 6 uur slaap in elkaar. Poeh. Ik lag een keer 's middags in bed bieten denken. Ik lag lekker te slapen. En toen werd ik wakker van mijn vrouw, die op de gang keihard riep: stil, papa slaapt! Ja. Dat schat ook niet op zo natuurlijk. En wat het stom is, niks kan ook meer, hè. Van die kleine kinderen is alles een dagtaak, alles is ingewikkeld. Die hadden een keer een week in augustus. Hou 6 optredens in 1 week. Die was woensdag naar Hellendoorn, dat is in Twente. En donderdag moest we naar Drouwende Mond, dat is in Groningen zowat. En vrijdagmiddag gaan we optreden in Zeeland. En vrijdagnacht houden we 1 in België. Zaterdag 1 in de Achterhoek en zondag ook nog ergens 1. Ik weet het niet meer.
Het was een helse week. Maar goed, daar hoeft dat gezin natuurlijk geen last van te hebben. Maar dat was namelijk die weg in Heino, waar Willem woont, was het ook kermis. En dan gooi je daar naartoe met de kinderen. Want dat is leuk. Dus we willen naar de kermis toe. En we hadden zo'n hele grote kinderwagen. Zo'n tweepersoons sneeuwschroeven was het meer. Twee kinderen erin, allemaal tassen eraan. Vol met flessen en spenen en luiers en doekjes en crackers en koekjes. Dus ik loop zo met de kinderwagen over de kermis. Rock'n'roll. En toen kwamen we op de kermis. En onze kobus die zat in dat wagen. En die werden een stokken. Dun wesp hier zo. Zo'n bult in de kop. En huilen dat keelt die. Ah, zielig. En van pure schrik pissen onze kobers in de broek. Maar gelukkig zit er in Heino naast het kermisterrein een terstal, zo'n kledingwinkel. Dus we willen naar de terstal voor een schoon setje kleren. En de volgende dag gingen we weer naar de kermis. Kinderwagen, twee kinderen erin, tassen eraan, helemaal vol met flessen en spenen en luiers en doekjes en crackers en koekjes. Op naar de kermis. En toen kwamen we hier op de kermis en toen mocht onze kobers die mocht in de draaimullen. Dus ik zet hem in dat stoeltje en toen kreeg haar arme keeltje de vingertje tussen het ketting. Huilende kind. En van pure schrik pissen onze kopers in de broek. Ze willen naar het stal voor een schoon setje kleren. En de volgende dag gingen we weer naar de kermis. Kinderwagen, kinderen erin, tassen eraan met flessen en spenen en luiers en doekjes en crackers en koekjes. En wie komt op het kermisterrein en ik denk, weet je wat doet? Wie gaat op het terras zitten? Dan kan ons er niks gebeuren. Dus ik installeer zo dat hele gezin op dat terras en ik bestel een portie bitterbal. En toen stak onze kobers zien beide doempjes in zo'n knetterhete bitterbal. Huilen dat kind. En van pure schrik pissen onze kobers in de broek. Maar net op dat moment kwam de bandbus eraan. Dus ik zeg tegen kobers, ik vind het echt heel jammer. En ik snap dat je het niet leuk vindt, maar papa moet gaan. Hij zei, Kobus, maar waar moet je daar naartoe? Ik zei, nou Kobus, ik kan er niks aan doen. Maar papa moet gaan, want papa die heeft nachtdienst. Als de meeste uur ligt te slapen, is een dikke vetvlek. Australische vampiers met een donderse jetlag. Maar de nacht die wordt geplukt als een bottenpuppy in het glas. Ja, wie heeft nachtdienst? Dat de zinnen opkomt. Wie heeft nachtdienst?
zaak er eens van maken. Een boek of een liedje. Of loop ik het bos in met een stuk touw. Alleen al de gedachte dat ik u nooit meer weer zie. Maakt me ongedurig en ik krieg het burn-out. En er ben altijd weer meisjes en ze ben allemaal woest knap. Maar er is er geen een die zo mooi is als ik. En er ben altijd weer wieven in het holst van de nacht. Maar er is er geen een die zo lief is als ik. Er is van maken, cold blood of een liedje. Of loop ik het bos in een stuk touw. Alleen al de gedachte dat ik u ga verliezen. Maakt me ongedurig en ik krijg het benauwd. En het is eigenlijk heel simpel, want ik vraag niet zoveel. Maar als het te ingewikkeld wordt, ja, dan hoor ik het wel. Het is eigenlijk heel simpel, elke bal gaat weer terug. En ijzeren willen laat, dan steekt ze mes in de rug. Ik geef het maar toe.
Even een slokje, jongens. Ja, jullie hebben niks, hè? Ja, sorry. Meum aan bandje begin. Nee, dat is flauw. Ik kom straks nog wel even gezellig een biertje drinken met jullie in de foyer. Dat komt helemaal goed. Dan neem ik gewoon nog één slokje. Foy. Lekker. Hey, mensen, die ben altijd, mensen ben altijd heel erg nieuwsgierig naar het rock'n'roll bestaan. En dan vooral naar de dingen die er allemaal gebeurt achter het podium. En als mensen dan onze chauffeur vragen, wat gebeurt er dan allemaal onderweg? Dan zegt onze chauffeur altijd van, ja, het is eigenlijk heel simpel. Bukkers die ligt te slapen en de rest is dronken. Ja, er gebeurt natuurlijk van alles, hè. Maar het punt is een beetje dat de meest lollige dingen, de meest leuke dingen, de meest grappige dingen, ben vaak niet de meest geschikte dingen om te vertellen bij uw schoonmoeder op de verjaardag. Of bij uw vrouw thuis of in theater. Maar goed, jullie hebben allemaal een kaart hier gekocht. En er zullen anekdotes komen. Dus nou, voor de draad ermee dan. Nee, we waren een keer aan het optreden ergens. En al zou je me hartstikke doorslaan, ik weet niet meer waar het was. Maar het was een weiland met een grote witte tent. En zo'n grote witte portocabin als kleedkamer. Dat is niet zo luxe, zo'n witte portocabin met gezellige teelverlichting. En van die hele fijne plastic stoeltjes. Maar goed, er is een koelkast met bier. De band is er, er zijn wat mensen. Er zijn wat leuke deentjes. En ik zat naast een meisje gezellig mee te praten. En dan zou je me hartstikke doorslaan. Ik weet niet meer hoe ze heette. En ik had een heel leuk gesprek. En het duurde al even. En dan zou je me hartstikke doorslaan. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar we zaten mooi te praten met elkaar. Het was hartstikke gezellig, pilsje erbij. En blijkbaar zat ik naast een raam. Want op eerst schiet er naast me een raam los. En ik stek een keel die stek zijn kop naar binnen. En het was een hellige man. Hij was kwaad. Want hij zei namelijk... Annemiek, sleutels! De meisje naast me begint een tasje te graaien. En die geeft aan die hellige man de sleutels. En die man die gooit dat raam dicht... Dus ik zeg tegen Annemiek. Dat is Annemiek. Dus ik zeg tegen Annemiek. Ik zeg, God, was dat uw vriend? Ja, zegt Annemiek. Ik zeg, maar moet je dan niet even achteraan? Want ik kreeg een klein beetje het vermoeden dat het niet heel leuk vindt dat je hier zit. Ach, zegt Annemiek. Laat hem de tering toch krijgen. Nou, dan horen we graag zulke praatjes. Dat is mooi. En op een gegeven moment zegt onze chauffeur de code woorden. Zeg, wat dachten jullie er eens van? En dat is meestal het teken door God. Dus ik sta op en ik loop naar buiten. En iedereen die loopt naar buiten. En ik sta op buiten en dan komt Annemiek aanlopen. En die zegt tegen mij, hier, hol eens vast. En ik druk me zo dat handtasje in de hand. En ik sta er met dat handtasje. En Annemiek bedenkt zich niks. Die trekt zo de broek van de kont af. En die geeft op de hurken. Zit een pissen in het vers gemaaide gras. En ze zei dan, niet filmen, hè. Ik zei, ik film niks, maar ik zie wel alles. Nou, dan stel hoe dit tafereel is voor je. Er zit een meisje op de hurken te pissen in het gras. In de verte staat er nog zo'n witte portocabin en er zit een kerelneus met een handtasje in de hand. En in de verte komt er een andere kerel aanlopen. En die kerel die komt aanlopen en die zit zich zo de tafereeltjes aan. En die zit daar en die zegt... Annemiek, weet je wat je doet? Je koopt dat huis maar in je eentje. De vriend van Annemiek. En dat is lullig. Maar ook wel weer grappig. Maar wat het mooie is, ik heb niks gedaan. Ik heb niemand gezoend. Ik heb Nens met de fikking aan de zetten. En toch heb ik een heel huwelijk ontwricht. En dat had zo mooi kunnen werken, die twee. Dat is Jan al verkering sinds de HAVO.
Nog nooit de derby geweest. En in het weekend altijd stappen. Tot de bodem van de fles. De laatste tijd is het anders. En ik snap er niks van. Volgens mij heeft ze kennis aan een andere man. Ze loopt nu met Jezus. En dat vind ik gemeen. Want zo keel zoals Jezus, de door van is te marien. Ze loopt nu met Jezus. Want zijn liefde is groot. Maar als ik Jezus ooit tegenkom, hoe dan hou ik hem dood. Ze gaf me een foto. Zag ik hem door met zijn stomme sandalen en zijn vatterige boord. Ik denk toch niet dat ik gek ben. Ik ben toch geen idioot. Het is een smerige hippie of misschien zelfs een jood. En dat vind ik gemeen. Want zo'n keer zoals Jezus, door van is te marien. Ze loopt nu met Jezus. Want zijn liefde is groot. Maar als ik Jezus ooit tegenkom, hoe dan ook. Geen bier meer. Ze drinkt alleen nog maar wijn. En ze bidt voor zijn zorgen. Maar wat redt hij van mij? Het is mijn al niet een toestand. Word ik me gruwelijk verschaam. Het laatst bier vrien. Toen rupt ze zelf zien na. En dat vind ik gemeen. Want zo'n keer zoals Jezus, door van is te marien. Ze loopt nu met Jezus. Want zijn liefde is groot. Maar als ik Jezus ooit tegenkom, hoe dan hou ik. Dames en heren, het volgende nummer is een liedje uit de top 2000. Ja, inderdaad. Maar wees maar niet bang, het is niet de avond van Boudewijn de Groot. Het is ook niet Black van Pearl Jam. Of de Rollercoaster. Het is ook niet, de Bohemian Rhapsody. Maar een heel klein stukje. Mama, just killed a man. Put a gun against his head. We'll be right back.
mag graag alleen weg. Niemand in wie heen. Dat is dus niet eenzaam. Dat het is wie ik ben. Ik blijf een woest lang zitten. Weer geen mens dat last. En nu ben ik toch weer vreselijk dust. Het wordt weer laat vannacht. Niks geen benul van tijd. En bereik ik gewoon dan niet. En ik zie die mooie kieken. En ik zie weer hoe het giet. En niks geen benul van tijd. En zonder liefde erbij. Bereik ik zo de stof van mij. Voel me zo niet. Een volkraar in de koelkast. En een buul met wiet. Iedereen heeft zijn reden, iedereen heeft gelijk. En hij heeft niet dat ding te weten, dan ben je nog stommer als hij liet. En het kraamt me in de botten, en het raast me door het bloed. En hij heeft dat ding te weten, zonder dat hij liefde vuur. In mijn hangmat loer ik naar de man. Hij is de rook die krult je op de kop. Die je de hanen krijgt voor de derde keer. Ik kan wel op bed gaan, maar de bier is nog niet op. Niks geen benul van ziet. En bereik ik gewoon dat niet. En ik zie die mooie kieken. En ik zie weer hoe het schiet. Niks geen benul van ziet. En zonder liefde erbij. Reik ik zo de stof van mijn voel me zo niet. Een volkraad in de koelkast en een buul met wiet. Iedereen heeft zijn reden, iedereen heeft gelijk. En hij meet dat ding te weten, dan ben je nog stommer als hij liet. En het kraapt me in de botten, en het raast me door het bloed. En hij meet dat ding te weten, zonder dat hij liefde voelt. Iedereen heeft zijn reden, iedereen heeft. En hij meet dat ding te weten, dan ben je nog stommer als hij liet. En het kraapt me in de botten, en het raast me door het bloed. En hij meet dat ding te weten, zonder dat hij liefde vuur. Jongens, en verder ook met elkaar de pauze in gehad. Gewoon eerst allemaal even met elkaar staan. Ga allemaal maar eens even staan, ook die mensen bovenin. Pas op dat je niet over het balkon kukelt. Het is nogal hoog. Nee, want wie gaat namelijk verder de pauze in gehad? Gewoon eerst nog even één keer heel fijn met elkaar. Feesten en drinken en roken en tot laat! Het was op TV Oost. Ze filmden door een visie en iedereen zei proost. Ze spraken door een jongen nog in de puberteit. Het was een wieze uit het oosten. Want weet hij wat te zijn? Feesten en drinken en roken en dat laat een half acht gieten wekken. Feesten en drinken en roken en dat laat. Want man weer op te trekken. Ik kreeg opeens de kriebels en ook nog vreselijk dust. De stoel ging naar de schuren en pak mijn stalen ras. Heel stuus leggen de klinkers, ik spuit naar het café. Als ik de deuren los doe, ja dan zingt iedereen. Feesten. Een half acht geen te wekken. Feesten en drinken en roken en dan laat. Wat man weer op te trekken. En ik ben reddeloos verleden, dus ik maar één ding af. Want wat er ook gebeuren mag, die streurt een moutje af.
drinken met elkaar, feesten en drinken en roken en tot laat. En van je 1, 2, 3, 4. Feesten en drinken en roken en tot laat. Om 7:30 gieten weg. Feesten en drinken en roken en tot laat. Wat man weer op te trekken. En drinken en roken en dan wat man bier op te trekken. Ja, dank je. Feesten en drinken en roken en dan laat uw alvast gieten wekken. Feesten en drinken en roken en dan laat wat man bier op te trekken. Jongelui, ik had de pauze, tot zo, hè? Hey! Ik heb dus, zoals ik al zei, 6 kinderen. Ja. En dat is wel mooi, want al die 6 kinderen... die zijn natuurlijk allemaal even lief. Behalve onze Sien. Die is het liefst. En Kump,
Omdat onze zin de jongste is. Maar onze zin is ook de stoerste. En dat komt omdat onze zin geboren is zonder rechterhand. Ja, wie zaten bij de verloskundige? Die was een echo aan het maken. En hoe die vrouw het ook probeerde. En Martel en Mier met het apparaat. Hij kreeg het rechterhandje niet in beeld. En toen zei die vrouw voor de grap: ha, dan zit hij er niet aan. Nou, zegt de verloskundige, dan zeg je zo wat. Dus een week later zaten we in het ziekenhuis bij zo'n arts. En die trapte ons vakkundig van die roze wolk af. Want er kon wel van alles met ons meisje aan de hand zijn. Hij kon gezond worden, maar die kans was heel klein. Of geboren worden met allerlei handicaps, geestelijk, lichamelijk. Of misschien wel geboren worden met acute leukemie. Met een levensverwachting van een jongen. Dus het was een hele lange, stille terugweg van het ziekenhuis naar huis. En toen thuis waren, zei mijn vrouw: weet je wat het is? Wat er ook gebeurt, meisje is gewoon welkom bij ons. En ik weet zeker dat het goed komt. Ja, en mijn vrouw die heeft altijd gelijk. Dus hier ook. En onze zien die is geboren. En wat denk je? Kerngezond. Niks aan de hand. En wat het mooie is, zien kan alles, hè? En ook nog alles als eerste. Lopen en fietsen en tekenen, pianospelen, veters strikken. Zien kan alles. En mensen zeggen wel eens, hé, ze mist een handje. En dan zeg ik, nou, die mist een hand. Onze zien mist helemaal niks. Ik ga 's nachts vaak even kijken hoe je in uw bedden ligt. En dan kijk ik naar uw knussie en de lage boeggezicht. En die heeft vast vandaag weer van alles meegemaakt. En ik ben veel te laat bij u, dus vertelt mij morgen maar. En wat er ook gebeuren mag, ik waak wel over u. Dus ga maar lekker slapen, doet maar fijn de uggies toe. Slaap maar. Drummen, slaap maar zacht. Slaap maar, drummen, fijn vannacht. En je bent nu nog klein, en straks dan word je groot. En dan duurt het nog maar even, en dan ga je gewoon weer dood. En de tijd door tussenin, dat mijn lachen maakt maar schrik. En doe niet te ingewikkeld en doe vooral niet zo als ik. En wat er ook gebeuren mag, wie waakt wel over u. Dus ga maar lekker slapen, doet maar fijn de uggies toe. Slaap maar, dreun maar, slaap maar zacht. Slaap maar, droom maar, fijn vannacht. Ja, ik was met mijn vrouw op de kermis. Ja, alweer. En dat was leuk, het was kermis, het was zaterdagmiddag en we zaten op het terras. En er was een braderie aan de gang. En ik weet niet of jullie dat wel eens opgevallen is, maar op een braderie, daar komt een apart slagvolk op af. Ja, toch? Ja, ik heb wel eens het idee dat er op de Veluwe ergens een heel groot wit huis steekt, waar ze allemaal woont. En dan één keer per jaar maakt ze eruit en dan maakt ze een heino naar de braderie. Nou, en wie zaten er op dat terras? Mensen te kieken.
En er trok zo'n hele bonte stoet rare vogels aan ons voorbij. En toen zei mijn vrouw op een gegeven moment: God, is er hier soms een vossenjacht aan de gang of zo? En toen dacht ik, ja, dat is het. Het leven is gewoon één grote vossenjacht. Wie bent allemaal verkleed als onszelf, lopen we in grote kuddes achter elkaar aan op zoek naar de vos. Je vindt me misschien een klootzak. Ik vind hoe een luie hond. Waarover onder lentes liggen we allebei tussen zes planken onder de grond. Stop alsjeblieft met discussiëren, want dan slaat mijn bier van dood. Wie met roeien met de riemen die je hebt, want wie zit allemaal in dezelfde boot. In de huilen is geen plaats meer, de hang ze met de benen uit. In de huilen is geen plaats meer, heel het leven. Moet je eens voorstellen, op een kwaaie dag, met een kater van formaat, komt de vraag: schat, zullen we voor een derde gaan? Dus ik zeg tegen mijn vrouw de liefdevolle woorden: zeg, ben je helemaal goed vies? Nee, maar ik bedoel, kom op man, ik doe 120 optredens per jaar. Ik werk ook nog 4 dagen in de week. Ik sta dan aan de oksels in de luiers. Ik heb een piep in de oren van gegil en ik slaap nooit. Ik ben zo moe. Ik heb niet eens puf om achter de feiten aan te lopen. En ook een bier. De artsen in het ziekenhuis die hebben gezegd dat je een soort van onvruchtbaar bent. Want uw schildklier die durft niet meer. Dus nee, dank je de koekoek. Dat is trouwens best handig, zo'n niet werkende schildklier. Maar dat is een soort natuurlijke anticonceptie. Dus er worden in huizen bukkers bijzonder onbezoest en onbezorgd geneukt. Ja, dat is mooi. Maar daar trok onze Kobus zich helemaal niks van aan. Onze Kobus die kwam gewoon. Gewoon toen onze Guusje was nog maar 8 maanden. Toen was Martina zomaar pardoes zwanger.
van onze kopers. Ze begon het hele riedeltje weer van voren af aan. Hema, prenatal, babypark, verloskundigenpraktijk. Dus wie zaten op een gegeven moment bij de verloskundige en die was een echo aan het maken om te kijken wanneer dat kind, wat later kopers bleek te zijn, dan wel niet geboren zou worden. En ik weet niet of jullie ooit bierwest bent bij zo'n berekening, maar ik snap er nooit niks van. Ze telt er altijd eerst 2 weken af en dan weer 2 weken bij. En dan komt er een hele hoop gedoe. En uiteindelijk jubelde de verloskundige een dot. 25 juli. En toen kwam er nog een heel gesprek achteraan waar ik niks van medekering heb. En op een gegeven moment zegt mijn vrouw, wat ben je toch stil en wit? En toen viel het kwartje. 25 juli. 25 juli, dat is de zaterdag van de Zwarte Cross. Shit. En hoe dan? Ja, niks. Dus die zwangerschap die verloopt heel voorspoedig. En op een gegeven moment werd het 16 juli. En toen werd het 17 juli. En toen werd het 18 juli. En ik kon dat kind even uitkijken. Maar niks. En toen werd het 21 juli en 22 juli en 23 juli. En toen had ik zoiets van, ja, blijf nu maar zitten. Maar goed, natuurlijk kunt Martine zaterdagsmorgens 24 juli beneden met ween. En nu? Ik zei, nou, weet je wat je doet? Ik zei, ga maar gewoon even een uurtje slapen of even douchen of kijk maar even wat je doet en dan zie je wel wat er gebeurt. En wonderbaar van wonder kunt Martine een paar uur later beneden zonder ween. Die waren afgezakt. Ik zeg, en nu dan? Nou, zegt Martine, ik ga wel gewoon maar doen met. Met wie met of zo bedoel ik? Nou, zegt ze, ik ga gewoon maar doen met. En dan kun je gewoon een optreden doen. En als er dan wat gebeurt, ben je in ieder geval bij elkaar. Ja, en zo kon het dus gebeuren dat ik gewoon op zaterdag 24 juli mijn optreden kon doen op de Zwarte Cross. En die woensdag daarna had ik ook nog een optreden in Ommen. En die heb ik ook gewoon kunnen doen. En toevallig, heel toevallig, was ik dat weekend daarna free. En toen is onze kopers geboren op vrijdagmiddag. Dat is mooi. Ja, en wat is nu de moraal van dit verhaal? De moraal van dit verhaal is, ik heb een tof wief. Ja, dat mag best wel klappen. Dat is. Ja, ik heb echt een tof wief. Ik bedoel, ik kan me zo 1, 2, 3 geen vrouw voorstellen die met 40 weken zwangerschap met zo'n toeter in zo'n stinkende bandbus stapt om naar de Zwarte Cross in te gaan. Maar die familie doet dat gewoon. En dat moet ook. Want rock and roll, dat wil niet met een hellig wief. Dat geeft niet samen. Dat geluk moet je hebben. En dat geluk, dat heb ik. Mijn broer daarentegen. Die had dat geluk niet. Nee, die had een heel hellig wief. En lulk. En dom. En lui. Nee, die zat de hele dag, met zo'n badstof en huispak aan op de bank. Niks te doen, televisie te kijken. En die broer maar werken. En die trok er op een gegeven moment ook niet meer. Kwam de Bimi helemaal wanhopig. Kom ik thuis zeggen, na een dag hard werken, zit er zo'n badstoffige drocht op de bank. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet laten liggen, zo'n opmerking, hè. Lekker soepen, ik heb groene thuis.
kerstmis. In de zon gooit een gloed op het huis. De bus werd steeds kleiner, hier en daar gaan. Nu maar wel dan bij weer thuis. Het hondje is blij, heeft een hele nacht trouw op hoe gewacht. Op de trap kom ik mekaar in tegen. Als ik wegga van de een, komt de ander mij halen. In de bus van de rock and roll band. De jongens die winter, ik geloof dat hij maar gaan. Dat is voor u het moment dat nooit bent. Die werd stil, al de groot, al de stoer. Veel succes, veel plezier. Pak me as van de kapstok en rap. En ik blijf alleen hier. En wie allebei kunnen zelf in. En ik wil in een van beiden nooit kwijt. Wie allebei kunnen zelf in. Altijd. Wie de een mooi uit thuis komt met de hengel. Alleen maar applaus. Wie de een laat hier als uw geldingsdrang gelden. Wie de ander binnen hier om zijn raas de paus. En maar lachen en maar reren en maar soepen. Elk weekend ik als weer. Maar tuske jezelf en ik leus maar dat ik dat waardeer. Want die allebei. Ja, dit was een liedje van Jovink. Jovink en de Voodoo Beatles. En ik denk dat de meeste mensen wel weten dat ik voordat ik Bukkers begon, was ik de gitarist van Jovink. Ja, dat was een legendarische band. Legendarische dingen met hem maakt. Was echt fantastisch. En een van de leuke dingen was, wel altijd op dinsdag ging ik altijd met Cohen, de zanger, gingen we met ons tweeën zitten, nummers maken, ideeën verzinnen. En dat was heel tof. En zo ontstond ook ooit eens dit idee. En dit is natuurlijk niet de meeste standaard drie akkoorden rock'n'roll, wat Jovink altijd was. Dus toen moesten de jongens een beetje aan wennen, maar dan ging het eerst zo. Ging het eerst omhoog. En dan weer naar beneden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Gijs, onze bassist, die noemde het nummer altijd. Ja, dat nummer van Bukkers met al die akkoorden. Maar goed, dat was wel heel mooi. We hadden altijd dinsdag een hele dag de tijd om nummers te maken. En dat kun je nu op mijn veur als een soort van utopische luxe. Want ik heb namelijk 6 kinderen. En ik heb helemaal geen tijd om 1 dag in de week nummers te maken. Sterker nog, ik heb helemaal geen tijd om nummers te maken. Maar de meeste artiesten, als die een idee kreeg, dan gaan ze de studio in. En dan drinken ze wat en dan rookt ze wat. En dan gaan ze de hele nacht bezig met hun briljante hersenspinsels. Nou, als ik een goed idee heb, dan ga ik altijd even op de overloop staan. En dan fluister ik iets in mijn telefoon. Vroeger had ik zo'n cassette recordertje. Nam ik alles op. Maar tegenwoordig kan het mooi op mijn telefoon. En wie liep me
tiet rond met het idee... Leven in de brouwerie, daar vonden we een mooie kreet. Daar moesten we een nummer van maken. Dat was het idee. En ik was op een gegeven moment was ik bezig zien in bed aan het leggen. En toen kreeg ik een idee. En toen ben ik dus naar de afloop en gegaan om dat idee in mijn telefoon te fluisteren met een baby op de arm. Ja, en nu heb ik speciaal voor jullie voor vanavond... ben ik even in mijn telefoon helemaal teruggegaan, teruggescrolld. Want ik wil jullie graag even laten horen hoe dat dan klinkt. Nou, als ik dus, terwijl ik een kind in bed aan het leggen ben... naar de afloop ga om iets in mijn telefoon te fluisteren... dan klinkt dat zo. Wie zorgt voor leven in de brouwerie? Een vrouw en twee mee. Dat is hoe het ging. Het is een begin, zou dat maar zeggen, hè? Ja, en dan word ik 's morgens wakker. En dan denk ik van, oh, dat was eigenlijk wel leuk. Ik ga er even mee verder. En dan hoop ik dat iedereen even maar liefst 30 seconden stil is. En dan pak ik een gitaar in mijn telefoon. En dan neem ik het idee even op met de gitaar. En dat klinkt dan zo. Wie zorgt voor leven in de brouwerie? Eén voor u en twee voor mij. Ja, hier moet nog een stukje tekst aan, maar... Een stukje verder al. Nou, en dan ga ik zo, op een gegeven moment is het tijd om te lunchen. En dan zet ik zo al die kinderen aan tafel. En dan geef ik ze allemaal een boterham. En dan hebben ze wat te kauwen. En dan ben ze even stil. En dan pak ik mijn telefoon. En dan zing ik de rest van het idee zing ik dan in. En dat klinkt dan ongeveer zo. Wat zeg je, Kobus? Hij is nog niet aan. Nee, is nog niet af. Nee, dat klopt. Nee, is nog niet af. Maar ja, ik heb verder ook geen tijd. Ik heb ook geen tijd om er een demo van te maken of verder wat mee te doen. Dus wat ik tegenwoordig gewoon doe, met de band hebben een appgroepje. En dan stuur ik gewoon in de appgroep. En dan zeg ik, nou ja, dit is ongeveer het idee. Red u er maar met. Nou, en dan is er iemand aan die vraagt, ja, maar wat moet ik doen dan hier? Dan zeg ik altijd, nou, weet je wat je doet? Doe maar gewoon wat de bedoeling is. En dat werkt super. Maar als dan iedereen gewoon doet wat de bedoeling is, dan klinkt zo'n nummer uiteindelijk zo.
kippen bie. Maar de berg komt nooit naar Mozes, dus ik verhuis naar de brouwerie. Want wie gaat leven in de brouwerie? Slovenen op gezellige matrasje. Dit was eigenlijk een nummer van Fats Domino, hè? Een heel oud liedje en heel zo van vertaald. Een hertaling eigenlijk. En dan komt Fats Domino, dat ken ik van mijn vader. Mijn vader die rustig vroeger altijd. Fats Domino, dat vond die man mooi. En toen ik me op een gegeven moment serieus begon te interesseren in muziek. Toen was ik een jaar of 15. En toen ik een jaar of 15 was, was het 1992. Midden in de hoogtijdagen van de grunge. Dus ik luisterde naar Alice in Chains en Soundgarden en Pearl Jam en Nirvana. Heel veel Nirvana. En had ik tussen een hele grote jaren 90 stereo-installatie op mijn kamer staan. En dan draaide ik knetter hard Nirvana. En dan kwam mijn vader bij me en dan gooide de slaapkamer deur los. En dan zei je, kan het niet wat zachter? Wat een kutmuziek. Dan zei ik, nou ja, kutmuziek. Weet je wat het is? Je hebt er gewoon geen verstand van. Want ik ben een oude man.
En nu heb ik zelf kinderen. En die ben ook serieus geïnteresseerd in muziek. En toen kwam ik laatst beneden. En dan zat onze oudste, Willem, die is 11. Die zat op de bank, muziek te luisteren met een grote koptelefoon af. En toen zei ik uit pure interesse, ik zei, god, laat me eens horen. Wat luister je nou? En toen kreeg ik van hem de koptelefoon. En ik zet de koptelefoon op. En toen hoorde ik dit. Wat een kutmuziek! Dus ik zeg tegen de jongen van ons, ik zeg, ah, niet om het een of ander, ik zeg maar, dit is echt kutmuziek. Nee, nee, zeggen, dit is geen kutmuziek. Pap, dit is geen kutmuziek. Weet je wat het is? Je hebt er geen verstand van, want je bent een oude man. Ja. En toen dacht ik, ja, fuck, dit is ook zo. En in de ogen van die kinderen ben ik natuurlijk een oude man. Het is ook zo, ik bedoel, ik ben 46. De meeste rocksterren die gaan dood als ze 27 bent. Ik ben ondertussen gewoon veel te oud om jong door te gaan. Dat kan al niet meer. Maar hoe moet dat dan? Ouder worden en zo'n gezin en rock'n'roll. Ik vind dat ik nog te jong ben om te stoppen met de rock'n'roll. Maar hoe moet dat dan? Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik doe ook maar wat, hè. Ik doe ook eigenlijk maar zo wat. Ik heb ook geen keus. En ik denk altijd maar gewoon zo. Het moment dat je denkt dat je te old bent voor rock'n'roll, dat is dus het moment dat je te old bent voor rock'n'roll. Escapades, als het weer is vreselijk laat is, wat een schrik. En de eerste die de fles las, trok, en de laatste die het licht u deur
hart aan kunt verliezen, wat een feest. En een flesje leek te vallen, wat een krat dat bleek te weinig. Dus drink er nog eentje van mij. Straks in het licht, als ik al lang en breed in bed lig, mooie wens. Maar blijf de glazen vullen, wat anders kriet weinig, dus drink de nog eentje van mij. Naar huis drie, door de kelte en de mist. En dat hij dan misschien nog wakker bent. En als ik straks van Doetinchem de weg naar huis en vind. En dat hij dan misschien nog wakker bent. Mooi jongens. Zullen we er nog eentje doen of niet? Ja. Ik zeg, zullen we er nog eentje doen of niet? Ja. Dan pak ik even een gitaar. Ja. De rest van de band er dan ook even bier roepen, jongens. Ja. Voordat we dat gaan doen, wil ik jullie eerst nog even voorstellen aan de jongens van de band. Dames en heren, op toetsen, Jeroen Seers! Op bas, Bart Petter! Yeah. Op drums, Stef Hoekjen! Yeah. En op gitaar en allerlei andere ingewikkelde snaarinstrumenten, Jim Zwintselman! Yeah. Hey jongens, bent er nog verzoekjes? Ah, wat een goed idee! Jongens, het volgende nummer. Dan ging je over het mooiste meisje van Luttenberg. Het allermooiste meisje van Luttenberg. Ah! 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 Annie! Vroeger toen je nog jong was en met uw kromme veer op huis aan jaar. En niks anders dan lief zijn. Wat is het, Lamelina? Deem eens
en in die spieken barst de tank aan schaam. En iets anders dan love zijn. En iets anders dan love zijn. Oh, oh, oh. Annie, 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 uit de bochten. Uit de bochten, wie je vlug. Want die zag je even niet. Oh, oh, Annie, 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 uit de bochten. Uit de bochten, wie je vlug. Wat jammer, Annie. Wat is het lang? Zo schieren om mijn duidelijke dier, zo schier dat er zo aan schel van zijn. En iets anders dan love zijn. En iets anders dan love zijn. Oh, Annie, 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 uit de bochten. Uit de bochten, wie je vleur, want die zag je even niet. Oh, Annie, 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 uit de bochten. Uit de bochten. Jammer Annie, 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 Ann
Lekker. Lekker. Nou, bier. Zo. En nou mag je stoppen met filmen, en dan ga ik me uitkleden.